Hey, zoeken. Wat leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe woningvideo. Mijn naam is Maarten Tromp, dramahuismakelaar bij Tromp Garantiemakelaars. En we gaan vandaag kijken bij een woning wat al dus de woorden van meneer De Jong in het boekje Gebouwd in de Rijp, wat verschenen is in 1991, luidt. Weer zo'n eenvoudig woonhuisje, waarschijnlijk gebouwd midden 19e eeuw, met in verhouding zo'n veel te grote aanbouw. Nou, over die aanbouw komen we zo meteen terug. Ik ging wel vertellen dat het is gelegen op een heel bijzonder plekje. Het ligt namelijk in de oude dorpskern van het ongelooflijk pittoreske vissersdorpje De Rijp. Op het moment loop ik in een van die levensaderen van De Rijp, de rechte straat. En de woning die we vandaag gaan bekijken ligt aan het einde van zijn eigen straatje. Het ligt tegenover de Rietbuurt en voorbij de Jozefschool, waar heel kort geleden, een residentiële invulling aan is gegeven. We gaan vandaag naar de Kerkstraat. Herontwikkeling van de locatie aan de Jozefschool bood de huidige eigenaren van Kerkstraat 36 de kans om hun perceel te vergroten van grofweg 260 meter naar maar liefst 388 meter. En dat nam twee unieke bijkomstigheden met zich mee. Nummer 1 is dat de woning beschikt over een perceel met een ongelofelijke breedtemaat. En dat terwijl de oude dorpskern van De Rijp juist bekend staat om zijn smalle, maar ongelooflijk diepe percelen, pijplaatjes. Zo zie je maar dat vierkante meters niet alles zijn. Maar los van de uitbreiding van het perceel is de tweede unieke bijkomstigheid dat daardoor een uitbreiding van het bestaande mogelijk gemaakt kan worden. Maar liefst 30 vierkante meter in de vorm van een garage of een uitbreiding van het woonhuis. Maar het is en blijft een echte liefhebberswoning op een prachtige, bijzondere locatie. Ja, beste kijkers, zoals een echte rijper begeert aan doorgaand vaarwater van de prachtige Eilandspolder. En in dit geval met de gloednieuwe beschoeiing. Zo, die liggen we vast. Je hebt hier trouwens ook een prachtig doorkijkje, hoor. Maar ja, zo kent de dorpskern van De Rijp allerlei bijzondere plekjes, maar wellicht niet zo bijzonder als dit. Maar dat willen ze wel beschermen, zoals dit beschermd dorpszicht. Neemt niet weg dat zo'n uitbreiding bijvoorbeeld niet mogelijk is. Er is zelfs een principeverzoek positief beantwoord door de gemeente Alkmaar. Bovendien geniet deze woning van energie opgewekt van zonnepanelen elders. En dat doen ze middels de postcode-regeling. Al die romantiek van deze prachtige locatie, een aantal praktische zaken. Je zit hier bij het doorgaande pad richting het Wollandje, waardoor je heel dicht bij de supermarkt en de busopstapplaats zit. De woning heeft thans 3 slaapkamers, 2 boven, 1 hier beneden, zonder dat dat kosten is gegaan van die werkplek aan huis, want die is ook nog aanwezig. Maar je bent vast benieuwd hoe dat eruit ziet. Bekijk daarom de volledige fotoreportage bij ons op de website. Daar vind je ook het plan voor de uitbreiding. En dat maakt dit toch echt tot een hoog droomhuis. Hey, drama's vinden, huizen zoeken, dat kan alleen bij Tromp. Wij zijn Tromp Garantiemakelaars, 2 generaties lang gevestigd in het bruisende hart van de Beemsterpolder. Daardoor gespecialiseerd in met name landelijk en exclusief vastgoed, maar door onze jarenlange ervaring naar elke situatie in te passen. We hebben een groot werkgebied van onder de rook van Amsterdam tot het mooie West-Friesland en alles daartussen. We kijken deze video naar op YouTube, dan kun je je abonneren en krijg je het nieuwste aanbod direct in jouw inbox.